Welkom bij een nieuwe aflevering van Find the Creator. Vandaag zit ik gewoon even rustig op een stoel in de camera te kijken en ga met jullie in gesprek. Waarom? Ik zit zo slecht in mijn vel. Ik probeer de hele dag al motivatie te vinden om een leuk filmpje in elkaar te zetten voor jullie, dat jullie kunnen genieten. Maar het lukt me maar niet. Soms heb je van die momenten dat je even geen leiding, even geen sturing hebt in het leven. En wat doe je dan? Werkelijk, ik heb geen idee. Dus ik heb die camera aangezet en ik ga met jullie in gesprek. Laat ik het heel even kort hebben over mijn avontuur als Find the Creator. Waar komt het nou vandaan? Hoe ben ik begonnen? Waarom ben ik begonnen? Lang verhaal kort. Ik heb altijd heel lang al de droom gehad om content te maken voor YouTube. Ik heb daar meer dan 13 jaar over nagedacht. 13 jaar heb ik gezien hoe jonge YouTubers succesvolle YouTubers werden. En ik heb gekeken hoe ze het hebben gedaan. En altijd het verlangen in mijn hart gehad. Weet je wat, ik kan dit ook sterker nog. Ik kan dit beter. Beter. Maar het duurt soms jaren voordat je een knoop hebt doorgehakt. Een punt hebt bereikt in je leven om risico's aan te gaan. Voor mij, een van de redenen waarom ik niet eerder ben begonnen is, ja, hoe gaan mensen erop reageren? Ben je grappig genoeg? Ben je leuk genoeg? Je moet het waar gaan maken. Ja? Je wordt een publiekelijk persoon. Dat wil zeggen dat de mening van het internet, mensen persoonlijke meningen, haat, van alles en nog wat komt op je af. En ben ik sterk genoeg om daarmee om te gaan? Nou, toen nog niet. Vandaag de dag wel. En daarom heb ik een jaar geleden besloten om Find the Creator te lanceren. Het lanceren van Find the Creator ging niet zomaar. Ik was eind vorig jaar ben ik heel erg ziek geworden. Ik lag in het ziekenhuis met een maagbloeding en was bijna letterlijk dood. Bijna. Dat heeft me goed aan het nadenken gezet over hoe ik mijn leven leef, hoe ik het inricht en waar ik mijn tijd aan spendeer. De kwaliteit van mijn leven moet naar de eerste plaats in mijn leven. Dat heeft me heel veel energie gekost. Ik heb de afgelopen 3 jaar heb ik heel erg hard al gewerkt aan het verbeteren van mijn leven. Meer leven voor mijzelf en niet voor anderen. Ik heb heel veel mensen along the way ook al moeten teleurstellen, vrienden, familie enzovoort. Omdat ik andere beslissingen ging doen. Ik was minder beschikbaar, ik was minder aanwezig. Ik moest meer op mezelf gaan focussen. Niet dat ik altijd wist wat ik moest doen of dat ik de juiste beslissingen altijd nam. Nee. Ik wist in ieder geval dat de tijd en aandacht die ik per dag heb, per week, voor een groot gedeelte toch echt naar mij moet gaan. Het is een heel erg uitdagende periode geweest van de afgelopen 3-4 jaar. Met als klap in mijn gezicht dat ik plotseling in oktober 2018 in het ziekenhuis hier belandde in AMC in Amsterdam. En werd geconfronteerd met vragen en keuzes die ik moest maken of ik wel mijn leven zou redden of niet. Voor iemand die zo hard heeft gewerkt, die van zo ver komt, mijn hele verhaal zal ik nog een keertje vertellen. We leren elkaar pas net kennen. Ik kom van zo ver. En uiteindelijk zo wordt geconfronteerd met je eigen sterfelijkheid, was iets wat ik niet had zien aankomen. Wanneer je zoveel hebt meegemaakt en uiteindelijk je leert op jezelf te vertrouwen. Te vertrouwen op je eigen wijsheid. En andere mensen niet te vertrouwen dat ze het keer op keer hebben verpest. Of niet jou op het oog hebben. Niet de beste bedoeling met jou hebben. Ja, dan ga je op jezelf vertrouwen. Je gaat altijd uit vanuit je eigen kracht. Vanuit je eigen bedoeling. Want je kent jezelf. Ik weet wie ik ben. En ik ben altijd heel sterk, heel krachtig geweest voor andere mensen omheen. En heel erg krachtig en sterk voor mezelf. Dat was een kopingsmechanisme. Een mechanisme wat ik heb ontwikkeld over de jaren. Om mezelf uit elke situatie dan ook te trekken en te krijgen. En nu lag ik daar. Doodziek. Bloed kwam overal uit. Ik had letterlijk geen bloed meer in mijn lichaam. En nu word je geconfronteerd met je eigen zelf, mijn eigen ik, mijn eigen sterfelijkheid, echt waar. Twijfels. Voor wat leef ik nou? Waar doe ik het nou voor? Hoe ik klaarsta voor andere mensen, staan die op dezelfde manier klaar voor mij.
Want voor de mensen die me niet goed kennen, ja, ik maak me grappige filmpjes, ik maak me grappige content. Ik ben serieus, maar ik heb een stem en die stem gebruik ik om deze wereld te bereiken. En mijn verhaal, mijn bedoelingen, mijn ervaring dusdanig te verpakken dat mensen er wat aan hebben. Maar die sterke ik, ja, die heeft altijd klaargestaan voor heel veel mensen. Gaande mijn leven. Ook al zat ik zelf in de shit. Toch sta ik klaar voor andere mensen. En probeer hoe ik mezelf help, anderen mee te nemen in mijn progressie, mijn ontwikkeling, mijn doelen. Maar nu was ik compleet afhankelijk. Compleet de weg kwijt. Compleet de regie kwijt. Over het moment waar ik op dat moment in zat. En waar het naartoe ging. Nog nooit ben ik in een dergelijke situatie ooit in mijn leven geweest. Ik ben helaas jong mijn moeder verloren. Ik was 7 jaar oud aan kanker. Niet opgegroeid met de vader die me gemaakt heeft. Ik was 2 jaar toen ik uit Suriname vertrok. We waren 2 jaar nogmaals toen ik uit Suriname vertrok met mijn moeder. En 5 jaar later overleed ze. Je wordt vervolgens door een hele molen gegooid van familie, vrienden, pleeggezinnen, internaten, tehuizen, pleeggezinnen, waar je in opgroeit. Mensen met goede bedoelingen, maar die soms de juiste kennis van ontbrak om het goed te kunnen doen. Niet beseffen dat je te maken hebt met getraumatiseerde kinderen die bepaalde zorg nodig hebben, maar vooral de warmte en liefde en bevestiging nodig heeft. En dan word je van de ene plek naar de andere plek geslingerd, van de ene plek naar de andere plek geslingerd. Dus daar ga je op een gegeven moment, je ontwikkelt je op een gegeven moment op een bepaalde manier. En ik ben altijd, mijn doelstelling is altijd geweest om een krachtig persoon te zijn. Want zo was mijn moeder eenmaal. En dat ook mee te nemen. Maar vorig jaar ben ik echt gevloerd. Ik zit thuis. Van werk. Ik heb YouTube opgepakt. Waarom? Het is voor mij mijn redding. Uit die depressie en het diep donker dal. Waar ik in ben gekomen. Dus wanneer je mijn content ziet maken. Wanneer ik moeite doe om to make you laugh. Is dat een intrinsieke wens van mij om dat te kunnen doen. Ik heb veel kracht in mij. Ik heb veel lollos in mij, geloof me. Ik ben een heel sterk persoon. Maar die vlam was bijna uit. En dat is wat ik de alle tijden probeer te beschermen. En ook weer terug probeer te krijgen. Dus toen ik net begon met ik weet niet wat ik vandaag in die camera moet vertellen. Of ik was net begonnen een hele leuke sketch op te nemen. Om hoe kracht was even bezig. Maar het lukte me niet. Toen dacht ik, wat ik wel kan, is gewoon in die camera gaan vertellen hoe ik me voel. Dat ik me even kut voel, om het even zo te zeggen. En dat ik jullie kracht en liefde ook echt nodig heb, maar vooral het luisterend oor. Soms zit het even tegen. Waarom ik me vandaag zo voel, of de afgelopen dagen zo heb gevoeld, is omdat natuurlijk het einde van het jaar eraan komt. Het is altijd een goed moment om te reflecteren, om na te denken. Wat heb ik eigenlijk dit jaar gedaan? Hoe is het jaar verlopen? Ben ik tevreden? Heb ik die doelen gehaald die ik heb gesteld? Het is ook een beetje confronterend, hè? Want ja, je hebt gewenst aan bepaalde dingen te werken, maar je komt tot de conclusie dat het je niet is gelukt. Hoe kan je dat meenemen op een positieve manier naar volgend jaar om dan beter je best te gaan doen? Om die doelen alsnog te gaan halen. En zo zit ik ook te mediteren en na te denken over wat gaat 2020 mij brengen? Welke doelstelling heb ik voor dit jaar? Ja, en het stelt me somber. Want meditatie, dat kost energie. Dat vergt wat van je. Je hele lichaam is erbij betrokken. Elke cel in je lichaam is erbij betrokken. Wanneer je zo diep probeert te graven in je awareness, in je bewustzijn. Zo diep. Ja, dan kost het je energie. Dus daarom
heb ik dat filmen, het opnemen van die sketch maar even gelaten voor wat het is. En ben even deze video aan het inspreken, omdat het belangrijk is om ook te snappen dat wanneer iets niet kan worden geleverd, het oké is. Ik pijnig mezelf niet al te veel, maar ik ben nu in het moment en realiseer, ik kan iets niet opbrengen. Diezelfde boodschap wil ik graag met jullie delen. Met jou delen. It's okay. We hoeven niet altijd topsport te beoefenen, maar weet wel dat je in een race bent. Jouw eigen race. En die finish, die heb je toch echt zelf uitgestippeld. Soms lopen mensen je voorbij. Ander moment haal je ze weer in. Maar die wedloop, die passie die jij loopt, het gaat om jou. Het gaat om mij. Wat ik geprojecteerd heb voor mijn toekomst, moet ik heel realistisch in zijn waar ik nu sta. Ik ben heel goed bezig. Maar ik heb heel wat zaken die me van mijn pad af proberen te drukken. Ik moet daar heel erg op letten. Depressie, verslavingsissues, slaap. Het zijn allemaal zaken waar ik rekening mee moet houden. Anders ga ik niet komen waar ik moet zijn. Dit is even een open, eerlijk gesprek met de kijkers van Find the Creator. Ik ben Find the Creator, a.k.a. Varello. En laat het een mooie boodschap zijn, een opbouwende boodschap. Naar jou, naar mij. En dat we elkaar blijven scherpen. IJzer, ik kom niet ijzer. Om elkaar te helpen vooruit te komen. Maar ook elkaar af en toe een brik te geven. It's okay. It's okay. Ja, dat is mijn boodschap. Ik ga deze video even in elkaar monteren. Voor de mensen die deze boodschap zien. En mij niet echt goed kennen. Omdat je mijn kanaal nog niet volgt. Ik wil je bij deze uitnodigen om Find the Creator te volgen. Like en subscribe. En deel vooral dit bericht. Voor mensen waarvan je weet. Ze kunnen mijn lollige kop een keertje zien. Maar ze kunnen vooral oppepper hebben. In hun geestelijk well-being. Ik wens iedereen een voortreffelijk einde. Maar we gaan elkaar sowieso nog spreken, ja? Bye bye. Love.